Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er al zijn. Alles ligt al klaar. Ik heb de pepernoten ook al vastgepakt. Uiteindelijk, het is 1 december, hè, en dan is het al een beetje Sinterklaastijd. Dus denk ik van nou, dan de pepernoten erbij. Alleen, ik denk niet dat ik ze tussendoor ga eten, want dan praten met volle mond dat... Dat lukt niet. En zeker niet met een pepernoot. Maar gezellig. Nou, ik zie er al binnen druppelen. Buiten is het hier behoorlijk fris. Lekker warm binnen. Lekker en gezellig. Een uurtje met elkaar kletsen en kijken naar de nieuwe spullen die eruit komen. Lijkt me gezellig. Nou, voor mij ligt al klaar waar ik zo meteen mee wil gaan starten. En dat is vanavond de Essential Mallen voor de plannerlijn van Studio Light. En die komen deze week in de schappen in de winkel. En op internet heeft er ook al een heel mooi filmpje gestaan van wat eigenlijk allemaal in die lijn zit. Dus ik ga er doorheen. Met jullie, want ik wil het wel laten zien. Maar ik ga er niet heel uitgebreid om in. Want ik vind het veel leuker om met jullie aan de gang te gaan. En de mogelijkheden te laten zien. Ik heb veel voorbeelden geprobeerd te maken voor jullie. En ook in verschillende stijlen. Want we weten allemaal, die vindt dit leuk, die vindt dat leuk. En ik wil toch eigenlijk laten zien dat er voor ieder wat wils bij zit. Of in ieder geval op een aparte manier of eigen manier of eigen invulling ermee aan de gang te gaan. Zo zijn er ook die zeggen van, nou moet ik er een agenda van maken? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Sommigen maken er dus een soort dagboek van met fotootjes. Ontzettend leuk om te doen. Ik ben zelf in het bezit van een kleine selfie printer. En ik moet zeggen, sinds ik nu ook mijn album heb, dat ik er eigenlijk meer mee doe als dat ik deed. Ik heb een telefoon met foto's. En daar deed ik het dan mee. Maar nu gebruik ik ze dus in mijn journal. Maar goed, genoeg geleuterd. We gaan aan de gang. In de serie, om te beginnen, zitten twee planners. Een goudkleurige. Oh, dan gooi ik alles door de war. Suffert. En een blauwe. Nou, in die goudkleurige ben ik een beetje begonnen aan mijn eigen decembermaand. Daar ga ik straks wel iets van laten zien. Maar ik ga vandaag met jullie werken met alles wat ik hier in de blauwe heb gedaan. Dat zijn allemaal voorbeelden die ik jullie vanavond wil laten zien. En ik ga er met één aan de gang, één bladzijde. Maar ik wil vooral ook dingen vertellen wat je er meer mee kan doen en wat je ook allemaal kan doen met alles wat je al in huis hebt. Want het is heel veel, maar we kunnen ook heel veel. Dus deze komt zo later. Ik ga nu even in een behoorlijk tempo dus door wat er is. We hebben 4 dies om bladzijden mee te maken. 1 gewoon rechthoekige, daar kan ik wel even een voorbeeld van laten zien. Even kijken jongens. Ja, dit is dus de rechthoekige. Deze. Een schone bladzijde. Niks, geen poespas. Recht toe, recht aan. Dat is deze. Daar zit wel een klein malletje in. Waar je dus een envelopje, een vakje kan doen waar je dingen in kan steken. Dus dat is de eerste. De tweede is deze. Dat is met een ronde buitenkant. Dat is deze. Dat is die wij vanavond ook gaan doen. Dat is deze bladzijde. Je ziet het. Met de gaatjes erin. En dat, die bladzijde ga ik vanavond mee werken hoe ik dat gedaan heb. Dat is dus de tweede. Even kijken waar ik het allemaal neerleg. Want ik heb zoveel liggen. Dan hebben we de derde, dat is een, even kijken waar ik die heb gedaan voor jullie. Dat is deze. Dat is een punt
met die twee. En dan ga ik straks wel uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Maar dat is dus de derde. En de laatste. Ja, en dat is toch ook wel een hele leuke. Dat is deze met die scheurrand. Nou, dat is deze. Hier, dat zie je. Dat is de scheurrand. Daarbij hebben ze ook bijpassende sets gemaakt. En die ga ik nu even aan jullie laten zien. Bij deze met de scheurrand hoort bijvoorbeeld deze set. Een stamp and die set. Je ziet hier in stempels waar je mee kan stempelen. Die heb ik ook gebruikt. Heb ik die hier? Even kijken. Nee, ga ik zo laten zien. En dit velletje, dat is deze. Kijk. Dat is deze die erbij hoort. Nou, die set hoort bij elkaar. En dit geheel dus ga ik vanavond aan één van jullie verloten. Dus, ik heb daar een vraag voor bedacht. En die ga ik straks vertellen. En dan ga ik onder, want ik heb nog een setje. Ja, het is deze ronde. Echt super. Dat is deze. Dat is die set met die punt. En daar hoort, even kijken jongens, deze set bij. Stamp and die set. Deze samen is voor nog een winnaar. Dus twee winnaars vanavond. Die alle twee dus een set krijgen. Eén waar je een bladzijde mee kan maken. En de ander met allemaal die-cuts en stempels die erop kunnen. Dit is met een zakje, een pen en een kwast, een schaar, een paperclip. Onwijs leuk. Dus die, dat is de tweede set die ik vanavond ga verloten. Dus ik ben benieuwd wie de gelukkige winnaar gaat worden daarvan. Nou. Dan is er bij die andere twee hoort natuurlijk ook een setje met. Kijk, bij deze, dat kan je al zien. Hier heb je die mooie bladzijdekant. Daar zit dus ook zo'n stamp and die set in. En die heb ik ook gebruikt. En die, daar gaan we straks ook mee werken. Even kijken waar die zit hoor. Ik heb al zoveel. Dat ik af en toe het gewoon niet meer weet waar ik het heb zitten. Oh, nou hier heb ik ze sowieso gebruikt op deze bladzijde. Kijk, happiness, love, smile. Die zit hier. Ik weet al, en remember, ik weet al waar ik het gebruikt heb. Ik heb het gebruikt ook op pagina's die zijn bij Studio Light. Die gebruiken ze voor promotie, dus ik heb ze gebruikt, maar niet hier bij de hand. Dit gaan we zo verder kijken. Jongens, af en toe weet ik niet meer waarom ik verder. Want ik wil jullie zoveel laten zien en vertellen. Dus dit is de set die ook bij elkaar hoort. En dan hebben we nog bij de rechter set hoort deze stamp and die set. Met cijfers en de dagen van de week. En de vlaggetjes die je er zo aan kan hangen als vergeet het niet. Dus dit is de set die er is qua bladzijdes en de rest. Die doe ik even opzij. Dan heb je ook nog stampsets. 4. 1 is met de maanden in het Engels en de dagen. En working staat erop. Weekend, dagelijks, maandelijks, planner. Dus nou, deze kan je dus zeg maar gebruiken als je hem voor agenda dagen. Dit is er ook één. Ook met de maanden van de week en de dagen. Of de maanden van het jaar en de dagen van de week. Dus die, dat is een kwestie van smaak. Het is een ander lettertype. Deze heb je van, dit kan leuk op dat stansje van die andere bladzijde. Met lijntjes waar je op kan schrijven. Dit zijn puntjes waarvan je dus kan zien van, oh ja, per puntje wat schrijven. De letters. Nou, hier heb je checklist, to do. Craft projects, fun activities, weeks, days. En een grote pijl. En de laatste, dat zijn twee blaadjes. Dit is
een, zeg maar een kalenderblaadje met een wolkje erin. En er staat boven be creative to do. En week, love this, cijfertjes erbij. Dat zijn de stamp sets die je kan gebruiken. Nou, volgens mij heb ik qua stansen dan wel het meeste laten zien. Dan ga ik even ook snel door het papier. Er is papier met dingen die je kan uitknippen. En dan gelijk kan gebruiken. Kijk, heb ik hier gedaan. Dingen gelijk en kan je zo opplakken. Dus dat kan deze. Nou, ik heb een avondje heerlijk voor de televisie zitten knippen. En alles heb ik in een mapje gedaan. Dus ik kan hier terugzoeken wat ik wil. En dan kan ik zo gebruiken. Die zit erin. Dan zit er nog een bladzijde in met ronde stickers met teksten erop. Dan zit er nog een blad in waar je ook teksten, driehoekjes, dingen om uit te knippen. En dat is allemaal hetzelfde. Dan heb je nog een pagina waar je allemaal zeg maar notes hebt, soorten notes die je erin kan doen. En kijk, dit is dezelfde. Kijk, er zit nog ook nog ander papier. Dan heb je papier voor en achterkant. Balletjes met streepjes op de achterkant. Streepjes. En dat allemaal combineert met elkaar. Hè? Dus wat je ook leuk vindt, dat kan je gebruiken. Deze, die heb ik hier gebruikt. Kijk. Maar hier gaan we zo wel even naar kijken. En dat zijn eigenlijk de papiersoorten die in deze lijn zijn uitgekomen. Nou is dat een papierlijn die natuurlijk wel op de planner gericht is. Maar ook wel voor mensen die van een bepaalde stijl houden. Maar ik heb ook papier gebruikt uit de kerst. Ik heb papier gebruikt van terug. Je kan eigenlijk heel veel gebruiken. Dat ga ik zo laten zien. Want ik zie hier opzij van mij nog liggen. Die moet ik ook nog even laten zien. 3 sets met lettertypes. Het leuke van deze set is, het zit helemaal aan elkaar, alle letters. Zo'n plaatje. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb een stuk papier genomen waar ik op de achterkant de dubbelzijdige tape heb geplakt. En gestanst. En dan haal je ze dus zo uit je stans dat je ze gelijk kunt gebruiken. Dus als je nu mijn sheetje ziet. Dit is mijn sheetje. Ik heb ze alle 3 uitgestanst. En dit is het geworden. Ik heb al letters gebruikt. Dus hier heb ik dus alle 3 de soorten. Heb ik hier zitten. En je kan je letters er zo afhalen. Omdat de achterkant plak is. Is het heel makkelijk te doen. Nou. Volgens mij heb ik dit. Nu heb ik echt alles wat uitkomt. Nu wel laten zien. In een sneltreinvaart. Dat snap ik. Maar ik denk dat het leuker is om even in mijn planner te kijken. Nou, hier heb ik, oh ja, hier heb ik een map, een bladzijde gemaakt, december, met een to-do-lijst. Nou, je ziet hier, dat is het stansje uit die ene stamp and die set. Maar hier zie je letters, die zijn groter dan dat ik net heb laten zien. En die ga ik vandaag ook gebruiken. En dat is eigenlijk misschien niet helemaal eerlijk. Maar dat is een set die ik heel toevallig in huis heb. Omdat ik gevraagd ben om daar wat mee uit te proberen. En die komt in januari uit. En deze letters zijn groter. Dus deze die hier ziet, die komt eraan, maar is er nog niet. Anders denken jullie van, nou, ze laat het zien en het is er niet. Die gaat wel komen. Dus nou, dit is de eerste bladzijde.
Dan heb ik een bladzijde gemaakt en daar heb ik gewerkt met het envelopjesmal erop. Die kennen jullie ook wel, met envelopjesmal. Die heb ik hier ook. Deze. Daar vouw je dus. En die heb ik, die vouw je. En er worden dus twee mapjes waar je wat in kan steken. Kijk, hier. Nou, die vond ik zo leuk. Die heb ik dus in mijn planner verwerkt. En hier daarnaast heb ik dan een bladzijde gemaakt. Met week 1, week 2, week 3, week 4. Met de verjaardagen van iedereen wie wanneer jarig is. Dus dat vond ik een leuk idee. En hieronder, dat zijn plaatjes die komen uit de stansblok. En deze ook. Dus ja, ik gebruik eigenlijk alles wat ik in huis heb. En wat ik leuk vind, erbij vind passen, dat gebruik ik. Nou, dan komt deze pagina. Die ga ik zo uitleggen. Die gaan we straks ook samen maken. Dat is de pagina met papier van uit de lijn voor de planners. Daar heb ik ook wel ander papier op gebruikt hieronder. Want ik wilde hem wat ophalen. Ik heb er ook op gestempeld. En toen heb ik ook 4 craft dingetjes gemaakt. En daar heb ik die puntjesstempel op gebruikt. En de dagen van de week. En hier staat januari. Dan kan je hier dus straks de datum onderstempelen. En dan kan je achterzetten wat je die dagen zou kunnen doen. Dit is een tapje. Dat komt ook uit een setje van Studio Light. Kijk, ik heb hem iets anders. Deze is het en die heb ik afgesneden. Ik heb hem dus niet gekarteld gebruikt. Ik heb hem recht gemaakt. Nou, die heb ik hier opgeplakt en januari gestempeld. Nou, dat zijn dus allemaal stempels die ook zitten bij, zeg maar, de set stamp and die set. Ja, Kira, jou heb ik erbij gezet. Ik kan jou toch niet vergeten. Nou, hier heb je ook weer een bladzijde met, zeg maar, de stijl sorry, van het papier wat erbij zit. Deurtje, briefje erin gedaan. This is my happy place. En Adventure 2021 Helen. Things I want to remember. Nou, allemaal de plaatjes ook uit de achterkant geknipt. Dan heb ik een bladzijde wederom met dat envelopmalletje. Die vond ik wel heel erg leuk. En daarboven heb ik gebruikt de letters Don't Forget uit een van die lettersets. Dat is deze. Daarbij heb je dus de dichte letters, zeg maar dus het hele vierkantje. Maar je kan dus ook de letters los nemen. Dus nee, ik zag iemand, als je mij je adres stuurt, krijg je een kaart voor je verjaardag. Nou, dat vind ik leuk als ik dat lees. Ik heb hier zo die set met die 2 malletjes gebruikt. Daar heb ik ook weer de letters op gebruikt. De 1, die set. En de andere, dus die oude type letter set. Die vind ik wel erg mooi. Nou, daarop heb ik gedaan Family. Dus hier zit een strook, een filmstrook. Daar wil ik allemaal kleine fotootjes van mijn telefoon uit doen. En hieronder zie je diecuts die zitten in de Love Line die ook uitkomt. Die ga ik zo laten zien. Maar ook niet te veel aandacht. Want volgende week gaat Corine daarmee aan de gang. Nou, Corine kennen we. Die maakt er vast iets mee, moois mee. Maar daar komen deze diecuts uit. Die heb ik ook dus weer gedaan op tape. Zodat ze gelijk op je bladzijde plakken. Nou, hier is dan die Love Line. Ik heb daar 2 harten. Die heb ik gewoon zelf geknipt. Hè? En dan de gaatjes erin gemaakt. Ik heb zo'n kleine gaatjesmaker. Kijk. Dan doe ik eventjes. Dan pak ik een bladzijde. Ik zal het even laten zien hoe ik dat doe. Dan leg ik hem erop. Dus zo. Van zo moet hij. Dan draai ik hem om. En dan doe ik kijken waar het gaatje zit. En dan knip ik zo mijn gaatje erin. Dus dat is wel misschien wel een idee voor in van ja, hoe doe je dat dan? Nou, hier zitten 2 foto's van die boefies van kleinzoons van mij in. Even goed doen.
Zo. Die erop. Nou, kom op. En dan deze tussen. Als je het snel wil doen, lukt het niet. Maar je ziet al hoe vol mijn planner is. Ik denk dat ik er nog één aan ga schaffen. Nou, kijk, hier zitten ook weer twee foto's van die boefies in. Hier heb ik een stuk filmrol waar ik ze achter heb geplakt. En hier ook weer dies die ik heb ge... Ik zal ze gelijk laten zien. Ik ben er nu toch mee bezig. Kijk, dit zijn de stempels die erbij horen. Dit zijn alle die. Kuts, dat hartje heb ik nog niet gebruikt. Maar de rest heb ik wel allemaal al gestanst. En ook weer op... zeg maar tape op de achterkant. En dat zit dus allemaal hier in een doosje. Je ziet de tape op de achterkant. Dat haal ik eraf. En dan kan je het dus zo plakken op je bladzijde waar je mee bezig bent. Eén keer gewoon even zitten. Alles doen. Nou, waar ik het tape van verloren was. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hè, dat tape eraf gaat. Die heb ik gewoon geplakt op de binnenkant van mijn deksel. Dus... gelukkig achter de filmrol, niet achter het behang. Nee hoor, bij opa en oma zijn ze over het algemeen gewoon heel erg lief. Toch? Tenminste bij mij wel. Nou, daarbij zit ook een paperstack. Dat is dus papier. Die, nou, dit is glimmend met hartjes, kusmondjes en letters love. En grotere vakken. Nou, een zilveren glitter. Een rode glitter. Kijk hoor jongens. Hier zo een witte glitter. Hartjes in het rood of in het zwart. Nou, hier heb je allemaal tickets. En die tickets, ik dacht, die heb ik ergens gebruikt. Oh ja, hierachter zit die. Kijk, als ik hem laat zakken. Hier zie je dus een ticket. En zwart vel, Be My Valentine, die hartjes. Kijk hoe leuk dit stuk. Dat is toch gaaf? Tenminste, ik vind het erg leuk. Nou, dat is de lijn. Hier zie je dat ik dus het hart heb gebruikt. En de pinguïn, die zitten dus al hierop verwerkt. Zo. Ook opzij. Dus heb ik zo geen ruimte. En als laatste heb ik dan... deze. Oh, wacht, ik heb vergeten nog de stencils te laten zien. Die moet ik dan wel, nog wel even. Dit is een witte pagina. En met die stencils, met die hartjes, heb ik gewoon met de stress inkt hartjes gezet. En ook deze heb ik gedaan met rode inkt op gewoon die witte bladzijde. En daar heb ik ook weer op gestempeld met de stempel dingen. En zo heb ik mijn achtergrond gemaakt. Is ook weer eens wat anders. Dus het is ook leuk. Zie je jongens? Hoeveel? Dat ik gewoon af en toe de draad krijg. En ik, oh ja, die ook nog. Dat ook nog. Dat heb ik ook als ik 's ochtends denk, wat ga ik nu weer doen? En dan heb ik deze bladzijdes. Dit is weer een hele andere stijl. Maar ik vind hem zelf erg mooi. Dit is op kraft. En daar heb ik op gestempeld. Uitgeknipt. En ook gewoon op geplakt. Hier staat een... Pijl Love, die komt uit die Love serie. Die heb ik op zwart met plak erachter en zo zeg maar erop geplakt. Ik ga jullie even vertellen hoe ik dit nu heb gedaan. Want het is kraft waar ik gewoon dus tekst op heb gestempeld. Hoe doe je dat nou? Nou, dat doe je zo. Zeg dat dit even mijn bladzijde is. Heb je een kraft bladzijde? Even uithalen. En je gaat erop stempelen. Dan heb ik op mijn kraftbladzijde deze neergelegd. Ik heb gewoon een printerpapiertje. Die heb ik dubbel gevouwen. En toen heb ik ongeveer zo een halve maan eruit gescheurd. Die leg je erop. Ik doe hem dan even met een tapeje vast. Maar ik laat het nu even gewoon zien.
Daarna heb ik gepakt de tekststempel. En die is volgens mij uit de serie van... hoe heet ze? Janine. En die heb ik gestempeld. Stempelblok gedaan. En dan stempel je hem. En de volgende stemp je eronder. En dan krijg je dus zeg maar die afdruk. Dus alleen dit gedeelte wordt bestempeld. Daarna pak je een stempel met alleen maar puntjes. Kennen jullie die? Zwart. En die doe je dus net zoals ik dus hier heb gedaan. Overal wat puntjes. Nou, en dan bouw je hem op. Eigenlijk is het heel snel gebeurd. Dus dit heb ik gedaan op de kraftbladzijdes. Oké, nou volgens mij heb ik wel een heleboel nu verteld. Ja, wat ik ook nog kan vertellen. Even ruimte maken, jongens. Er ligt hier zoveel. Ik weet niet waar ik het neer moet leggen. Die opruimen, die opruimen. Al deze voorbeelden die ik nu heb laten zien, ga ik natuurlijk wel de komende dagen ook op Facebook zetten. Er zijn al best een aantal dingen langsgekomen, maar ik wilde dat per se niet. Ik wilde dat jullie vanavond gewoon als eerste de voorbeelden zouden zien. Dus misschien dat ik er vanavond al in opzet, maar meestal als de live klaar is, dan daarna dan vind ik het wel even goed. En doe ik het morgenochtend. Voordat de mannen uit school komen. Want ik heb op woensdag altijd heerlijk met kleinkindertjes. Oké. Dan had ik gezegd dat ik jullie nog een sneak peek zouden geven uit mijn andere album. Waar ik ook met ander papier heb gewerkt. Ook met andere mallen. Dit is mijn december album. En daar laat ik even zien. Daar heb ik de datums. Daar ben ik nog niet mee klaar. Maar dit zijn ook een heleboel dingen die uit zeg maar de mallen van de SL komen. Maar ander papier gebruikt. En hier heb ik weer... Hier heb ik mallen gebruikt waar we normaal kaarten mee maken. Dit is een ticket bijvoorbeeld waar ik dus de gaatjes in heb gemaakt. Nou, hier zie je dus weer de malbladzijde. Dit is dus ook een gedeelte van een boekje waar we... Het is een boekjesmal en daar heb ik dus gewoon een bladzijde van gemaakt. Hier zie je een pijlticket. Die heb ik zo gedaan en ook een bladzijde van gemaakt. Hier ook een ticket. Dus ik zeg al, ik ben er nog niet. Hier heb ik een huisje gemaakt. Een kerstboom. En daar bestaan mallen bij me. Die heb ik allemaal zelf gemaakt. Dus ik zeg, dit is mijn album waar ik voor mezelf nog verder ga. Oké. Aan de gang. We gaan vanavond maken... Deze twee bladzijden. Deze twee. Daarvoor heb ik natuurlijk al mijn voorbereidingen gedaan. Want anders dan gaat het helemaal niet lukken. Dus we gaan aan de gang. Ik denk... Zullen we eerst met die kant beginnen? Met die. Wat heb ik gedaan? Ik ga het even allemaal hier neerleggen. En dan ga ik het stap voor stap uitleggen en doen. Zo. Men stanst de bladzijde. Maar dat snappen we. En toen wilde ik daar dus designpapier op. Maar deze mal heeft maar één kant. Nou, uiteindelijk kom ik ook van het kaarten maken. Wat heb ik toen gedaan? Zo deed ik dat met kaarten maken ook heel vaak. Ik nam mijn mal, de snijmal, die legde ik op, zeg maar, designpapier. Ik zal even een papiertje nemen om te laten zien. Dan legde ik hem zo neer dat hij hier tegen de gaatjes, en ik nam dan de hoek van de bladzijde, hier tegen de gaatjes
Daar, toen hield ik hem vast. Met een potlood heb ik dit omgetrokken. Zo. En toen netjes uitgeknipt. Nou, dan krijg je dus deze. En die heb ik uitgeknipt. Nou, nu gaan we die dan opplakken. Maar voor ik hem op ga plakken, ga ik toch de randen even wat doen. Ik doe de randen met Distress Inkt. En ik heb daarvoor gekozen Stormy Sky. Ik wilde hem wat grijsblauwig. Nou, dan is dit een perfecte kleur. Dus even de randen wat bewerken. Het hoeft voor mij niet zo heel erg, maar wel iets. Zo. En dan gaan we die hier opplakken. Zo. Kijk, nu is het heel stil als ik niet praat. Normaal heb ik heerlijke muziekje op staan. En nu zie ik jullie alleen heerlijk kakelen met elkaar, vragen stellen en opmerkingen maken. Zeggen dat je het leuk vindt. Nou, dat vind ik altijd heel erg leuk om te horen, maar dat snap je. Nou, kijk, de bladzijde is er. Voordat je dan verder gaat, realiseer je dan, ik zie dat hij niet helemaal goed zit, dat hij zo in je album komt. Heel vaak ben je geneigd om dan de gaatjes aan die kant te doen, maar ik doe hem dus zo. Dan heb ik het envelopje. Het envelopje is ook een Essential Mal van Studio Light. Die is ook nog niet zo heel lang uit. Dat is Stencil SL319. Die heb ik gestanst ook uit blauw. Kijk. En die ga ik nu vouwen. En ook daar heb ik designpapier voor gemaakt. En het designpapier heb ik op dezelfde manier gedaan als ik net de binnenkant van de bladzijde heb gedaan. Want ook hier heb je geen binnenmal. Jannie wil wel zingen voor mij. Dat vind ik leuk. Ik hoop dat ik het alleen hoor, want ik heb mijn geluid van mijn computer uit. Sorry, even een slokje. Ook hier heb ik weer de zijkanten van het malletje opnieuw op designpapier gelegd. En ook hier de binnenkant omgetrokken, kijk. En dan uitknippen. Dan doe ik ze nu met de Distress Inkt. Waar is mijn ding? Daar, keurig netjes op het ding gezet. Kijk. Zoals ik het hier zet. Ik heb hier goed beeld. En als er één snel uitgegooid wordt hierboven, want ik zit op zolder bij mij, dan ben ik het. Maar wat ik nu kan zien, heb ik een goed beeld. Vervelend. Kijk. Nu ga ik deze erop plakken. En dat dacht ik al. Hij is iets te lang. Dat komt omdat ik snij even een heel klein stukje van de onderkant af. Zo. Ja, keurig. Ik ga eerst denk ik de... Nee, ik ga eerst die allemaal erop plakken. Ja jongens, het is alweer 1 december. Ik heb vandaag ook het eerste vakje van mijn kalender van Marlène opengemaakt. Ik dacht, oh ja, dat mag ook vandaag. Het is toch wel leuk. Tenminste, ik vind het heel erg leuk. Zo. Dat is één kant.
Nog één. Kijken of die ook te groot is. Anders moet ik deze ook even een stukje bijwerken. Dat had ik vandaag ook wel even na kunnen kijken. Ik mag ook wel een stukje eraf. Dat is mijn andere. Doe ik die ook gelijk. Zo. Ook gedaan. Ook even de zijkantjes doen. Zo. Ga ik deze ook plakken. Oh ja, dat moet ik ook nog even vertellen. Papier wat ik nu gebruik. Dat is ook voor Studio Light. En dat komt uit een boek. Dat komt uit deze. My Favorite Crafting Book. En daar heb ik ook een aantal plaatjes uit gehaald. Dat gaan we zo zien. Maar daar komt dit papier uit. Ho, ho, ho. Yep. Andere kant. Plakken. Ja, ik, gek hè, dat zeggen er wel meer van een voorbereiding, maar ik kom uit het onderwijs. En ik denk dat het daarmee te maken heeft dat ik gewend ben dat ik dingen voorbereid. Ik zeg niet dat de anderen het niet doen, maar ik heb denk ik de lat voor mezelf daar ook wel behoorlijk hoog in liggen. Dat, ik vind gewoon dat jullie niet te lang moeten wachten, maar... het liefst laat ik jullie gewoon heel veel zien. En aangezien ik geen hekel heb om dit te doen hoor. Dus dat scheelt ook. Dus deze komt zo meteen hier op. Maar zoals jullie gezien hebben, heb ik een rand geponst. Nou, de kaartenmakers onder ons, die herkennen dit wel. Toen ik nog heel veel kaarten maak. Want ik maak nu nog kaarten hoor. Toevallig vandaag, hij staat hiernaast. Kijk, toevallig heb ik deze de schutkaart gemaakt met die mal. Is geweldig, maar goed. Ik maak dus ook kaarten. Gebruikte ik ook heel veel ponsen. Nou, en in dit geval dus ook. En ik was hier bezig, toen dacht ik van... dat is eigenlijk wel leuk om hier overheen te doen. Dus deze rand ga ik hierover gebruiken. Kijk, even op maat. Plakband. Juist, dit is de achterkant. Ik dacht het al. En erop. Zo. En dan kan deze erop. En deze doe ik even en met dubbel plakband en met lijm. Want die moet wel goed strak zitten. En als je het goed ziet, ga ik even hier laten zien, doe ik hem aan drie kanten. Want deze heb ik achter het envelopje gestoken. Dus daar moet een gaatje overblijven. Dus ik doe hem aan drie kanten plakband, zodat in het midden de label er nog in kan. Zo. Oké. Dan de labels. De labels zijn... ja, ik zie ook een heleboel kinderen van ja... Moet ik nou veel? Jeetje, weer zoveel. Maar jongens, het is de feestmaand. Schoen zetten. Surprises. Kerst. Deze labels heb ik gemaakt. Weer met wat ik in huis had. Hè? Dit is dus
De label die komt uit Stencil SL320. Dat is een label. En daar heb je een buiten- en een binnenkant. Nou kijk, dit is de buiten en deze komt erop. Dus die ga ik plakken erop. En die gaan we erop doen. Oh jongens, nou vergeet ik nog helemaal wat. Maar dat doen we zo. Dat is één. En waar is mijn andere? Dit is nummer 2. Die gaat hier op. Zo. Nou, deze komt dus hier achter. En die komt ervoor. Nou, dat is toch onwijs leuk zo. Dan zie je nog strikjes. Ja, die ga ik er ook op doen. Alleen dat doen we zo. Ik ga eerst de andere bladzijde maken. En dan gaan we ook deze doen. Die heb ik gemaakt. Zoals je ziet is dit goudkleurig. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik jullie laten zien. Ik heb een bakje met reinforcements gemaakt. Voor allerlei dingen. Nou, hier heb ik nog. Hier heb ik de gouden gedaan, want die heb ik vandaag nodig. En ik denk, ik ga wisselen. Dus ik ga er meerdere doen. Even kijken. Ik ga met die beginnen. Op deze kant. Daarvoor gebruik ik een hele ouderwetse prikpen. Dat, je hebt die grote. Ik ben jullie kwijt. Ja, daar zijn jullie weer. Laat het bakje trouwens niet kiepen. Heb ik ook al een keer gedaan. Daar word je niet echt heel blij van. Tenminste, ik niet. Kijk, ook hier heb ik dat tape aan de achterkant zitten. Dus plakken die reinforcements, plakken gewoon. Heel makkelijk. Kijk, hier krijg je dus die chique kerstuitstraling. Deze die in het midden zat, die heb ik ook gebruikt. Die heb ik hier gedaan. Kijk, er komt de volgende. Het middenstukje heb ik even niet nodig. En deze erop. Ja, maar Sylvia, denk nou echt dat de mijne is ook al gevallen hoor. Dus is helemaal niet zo gek. En dan tel je tot 10. Of je bidt achteruit, zoals wij dat vroeger ook altijd noemen. Trouwens vroeger, nog even achteruit binnen. Dan ga je op je knieën. En dan maak je je doosje weer vol. Het is niet anders. Toch? Zo. Ondertussen is het al bijna 8:45. En ik heb ook nog een weggeefactie. Daar heb ik over zitten puzzelen. Jongens, wat ga ik nou weer vragen aan jullie? Ik heb een vraag bedacht. Ik ga jullie een datum vragen zometeen. En mijn vraag is of jullie alsjeblieft 1 keer een antwoord willen geven. Dat is wel zo eerlijk voor iedereen. Heeft iedereen evenveel kans? Oké. Deze gaat op. Moeilijker. Heb je wel eens. Jullie weten dat ik schooljuf was, want ik ben sinds kort gepensioneerd. Maar mijn vraag heeft wel daarmee te maken. Vanaf welke datum gingen dit jaar
de scholen dicht in verband met de corona? In welke datum gingen de scholen in lockdown? Vanaf welke dag? En zometeen ga ik scrollen. En dan ga ik kijken welke twee mensen het goed hebben. En dan in aanmerking komen. Dan ga ik gewoon ergens het stop. En die maken dus kans op die dubbele set. Kijk, hier ook nog even één. En die andere ook. Dat is mijn laatste. Het is trouwens wel spannend, hè? Wat gaan we doen met de kerst? Zit je met de kerst met z'n tweeën? Zit je met z'n kerst met één stel? Zit je zonder je kinderen? Nou, hier is het ook nog een puzzel. Ja, 8 december afwachten wat we gaan doen. Sinterklaas was ook een puzzel. Die is dit jaar bij ons ook anders dan andere jaren. Maar het is niet anders, dames en heren. We zullen het er met z'n allen mee moeten doen. Nou, hier moeten nu alleen nog de strikjes in. Die ga ik straks doen, want dat hoeft nu niet per se. Ik zie dat ik lekker met mijn haren bij jullie in beeld zit. Donderdag ga ik naar de kapper, dus dan ziet het de volgende keer er weer beter uit. Nou, ik zie heel veel datums voorbij komen. Maar ik ga snel beginnen aan mijn tweede bladzijde. En mijn tweede bladzijde ga ik eigenlijk doen zoals ik de eerste ook had willen beginnen. Want wat heb ik gedaan? Hier komt weer de hele handel, jongens. Ik ben met deze bladzijde en ook die andere, alleen ben ik het vergeten, begonnen om de achtergrond een beetje te bewerken. Nou, dat heb ik gedaan door op de achtergrond te gaan stempelen. En dat vergeet ik nou bij die andere. Niet dat die er nou minder mooi om is, daar gaat het niet over. Maar ik vind het geeft toch wel iets extra's. Dus nu, ik pak dezelfde kleur waarmee ik dus de, zeg maar de zijkanten doe en bestempel mijn stempelding. Ik doe hem niet op een blok, gewoon zo. En ik stempel op mijn papier. Zie je? Dan zie je. Hier een stuk. Hier een stuk. Kijk. En daar ga ik dan. Dit is een leuk met een kerststempelliedje. Een liedje van de kerst. Van de kerst. Nou, dat past er wel leuk bij. Nou, die ga ik even op de grond. Daar haal ik straks op. Dan duurt het weer te lang. Dan heb ik nog een andere uitgekozen. Even kijken waar die is hoor. Die is het niet. Zou je zien, kan die net weer niet zo snel vinden. Ja, dat is een heel oudje, maar die blijft het bij mij altijd heel erg leuk doen. Dat is deze en dat is Stamp MS 289. Dat is echt wel een ouwe. Ik denk dat je die in de winkel niet meer kan vinden. Maar hij, voor dit vind ik hem altijd wel heel erg leuk voor zulke pagina's. Dus die pak ik dan en ik zet hem erbij. Dan neem ik nog een stuk van die onderste. Kijk. Het is toch veel leuker als een kale pagina. Dus. Kira, mannen, maar die van jou is wel lief hoor. Ik klets veel. Ja, ik moet uiteindelijk toch ook, ik kan jullie moeilijk alleen maar laten kijken. Ik moet toch uitleggen en ik moet toch ook jullie lekker een beetje geïnteresseerd houden. Daar zit het in. Oké. De zijkant. De zijkant ga ik doen.
Zo. En die ga ik er dus ook weer opplakken. Nou gebruik ik even tape. En dan doe ik zo ook lijm bij. Met een groot oppervlak. Dus dat vind ik wel even prettig. Die weg. Die weg. Want zit alles onder bij mij. Ik kan zo heerlijk knoeien. Hier zie ik ook weer een lijmding open liggen. Nou, straks. Kan ik er niet uitstaan. Dan laat ik die dop maar weer. Oké. Dan gebruik ik even deze. Nou, die doet het dan weer niet. Daar gaat hij. Zo. En dan plak ik hem op. Ook hier weer, denk hoe je bladzijde komt. Nou, deze komt inderdaad de gaatjes aan de linkerkant. Dus deze zit ook goed. Oké. En dan. Dan zie je dat ik heb geplakt de ster. Waar zit die? Nou had ik de ster uit dit boek gehaald. En toen wilde ik hem vandaag weer pakken. Kijk, hier zat hij. En toen zat er maar één in. Nou ja, dan denk ik altijd, ik ben niet voor één gat te vangen. Dus ik pakte een stukje designpapier. Dit is natuurlijk niet goed. En ik trok hem over. Ik heb hem uitgeknipt. Dus nu heb ik toch twee sterren. Dus ook hier even de zijkanten doen. Dan zie je die witte snijrand niet zo. Zo. Oké. En die komt dus daar. Ik doe hem met de punt naar boven. Dat vind ik dan, komt hij het mooiste uit. Maar dat zeggen. Ik ben de baas in dit geval. En niet mijn lijnpotje. Met een punt naar boven. Zo. Oké. Daaronder zie je hier dit. Nou, hoe heb ik dat nou gedaan? Vorige week zat ik de live te kijken van Kira. En die had die albumboekjes. Bij een van die albumboekjes, bij deze, dat is Stencil SL343, zitten twee ticketmallen, maar alle twee met een buitenkant, twee buitenkanten, zie je? En toen dacht ik opeens, hey, dat is leuk. Dan kan je gewoon deze doen, zo. Deze ertussen. En dan vouw je hem dicht aan beide kanten. Nou, dat heb ik dus gedaan. Dat betekent dat wij eerst even bij deze de kantjes gaan doen. Die gaan we hier op plakken. Nadat ik hem eerst in drieën heb gedaan. Even kijken jongens. Even kijken hoe ik het goed doe. Dan pak ik mijn score ding. Dan leg ik hem neer. En dan denk ik, waar komt hij ongeveer? Bij de 5. Dan maak ik hier een vouwlijn. En dan moet hij er goed in kunnen. Dus dan doe ik hem. Even kijken, daar. Nee. Daar. Dan kan hij er goed in. Nou, 1. 2. Dan wordt hij zo. Oh, ik zie dat het al 9:06 is. En ik ben nog helemaal niet klaar met jullie. Oh, oh.
Even aftekenen waar ik deze ga doen. Want ik knip hem, anders wordt het te dik, hè. Dus dat is even voor mij waarom ik hem nu zo. En die doe ik. Even kijken waar de... Zo. Even snijden. Die komt hier weer eventjes de kantjes doen. Oh, ik zit stil. Zijn jullie er ook uit? Oh nee, daar ben ik weer. Ik zag opeens helemaal niks meer in beeld. Ik denk, och jee, ben ik eruit? Nee, ik ben er nog niet uit. Gelukkig. Maar ik ga wel eventjes terugscrollen. Die... Eens kijken of ik mijn winnaars kan vinden. De eerste dag waarop de scholen dicht moesten, dat was op maandag 16 maart. Nou, maandag vroeg ik niet, ik vroeg 16 maart. Dus ik ga eens eventjes terugkijken wie dat heeft gedaan en waar mijn cursor of mijn ding blijft staan. Jeetje, wel leuk. Ik zie dat er wel een heleboel het goed hebben. Stukje terug. Waarom doet hij? Gaat hij niet verder terug? Nou jongens, ik even terugscrollen, want anders krijg ik hem niet voor elkaar. Ho, ik gooi mezelf eruit. Dat is ook leuk, maar niet heus. Dus nu kan ik niet meer zien wat jullie zien, want ik heb een witte pagina. Ik hoop dat die weer terugkomt. Ja, daar ben ik weer, geloof ik. Ja, daar ben ik weer. Even uitklikken en dan ga ik even kijken of ik kan zien wie de juiste datum heeft gedaan. Ik heb helemaal geen opmerkingen nu. Er staan er zat, lees ik. Wat leuk. Maar ik zie geen... helemaal geen opmerkingen. Nou, dan is er maar één ding voor mij te doen. Ik ga gewoon even verder. En ik ga, als mijn uitzending zo afgelopen is, dan maak ik de winnaar bekend. Ik hoop dat dat, ja, dat lukt. Ik zie dat ik boven op mijn eigen camera in ieder geval nog... mijn kijkers heb. Nu heb ik er maar volgens mij op mijn scherm maar 7. Maar ik zie dat er meer zijn, gelukkig. Zometeen na de uitzending ga ik gelijk terug en ga ik het bekendmaken. Sorry voor dit ongemak. Maar ik kan het ook niet mooier maken. Makkelijker ook niet, want ik vind het niet leuk. Ik had het nu graag in de uitzending gedaan. Het is niet anders. Ik krijg ook helemaal geen opmerkingen meer in beeld. En op mijn telefoon kan ik niet kijken. Want die is aan het opnemen. Oké. Hier moet nog een stukje af. Die komt hier. Hé, vervelend. Ik vind het echt vervelend, jongens. Maar ik kan er ook niks aan doen. Ik kan ook niet meer reageren op jullie. Ik kan ook niet meer lezen wat er gebeurt. Het enige wat ik zie is dat ik nog een... dat ik nog wel wat kijk. Maar goed, het is bijna 9 uur. Ik maak deze af. Wat ik zo meteen ga doen, dat is dus deze hier opdoen. Hierachter... komt dat kleine kaartje.
En wat ik had gemaakt, hier komt dan deze. En ik had ook hier die een kleintje en zo een gedaan. Dat wordt hem dus. Hier doe ik zo meteen een rondje op. Hier maak ik een gaatje in een rondje. Daar doe ik een splitpen doorheen. Dit is een splitpen. Dit zijn splitpennen. Die doe ik er doorheen. En daar haal ik dat touwtje doorheen zo meteen. Zoals hier zit. Kijk. Even weg. Dan doe ik hier het touwtje doorheen. En dan kan je hem openmaken. En dan kan je dus het kaartje eruit halen. Ik heb het kaartje even vastgeplakt, want het schooft. Kijk. En hierop kan je dus weer of een foto plakken. Of je kan erop schrijven. Net wat je leuk vindt. Dus die komt hier tussen. En dan maak je hem zo dicht met het touwtje. Onder het rondje door. Eromheen. En hij is dicht. Ticket erachter. Kijk, hier had ik nog een kerstwens op gedaan. Die komt erachter. En de letters die ik gestanst had, die had ik ook gestanst alvast. En die heb ik hier, kijk, die had ik hier op het doosje vastgeplakt, zodat ik die zo meteen gelijk hierop kan plakken. Dat doe ik straks nog even. Het is 9:00. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik ga even nu proberen of ik opnieuw kan kijken bij de opmerkingen. En ik typ gelijk de winnaars eronder. Sorry hiervoor, maar ik kan het ook niet anders kan het niet mooier maken. Volgende week, heb ik al gezegd, zit Corine hier. Die gaat met de Loveline aan de gang. En daarna, wat ik goed weet, is Janine, geloof ik. Allemaal weer bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Fijne avond allemaal.